beste luisteraars. We gaan weer naar Wel Geïnformeerd, deel 2. En ik geef weer het woord aan Krishna. Dankjewel, Iwan. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Hier aan tafel, Wesley, Amsterdam Wesley, welkom. Ja, goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Iwan. Goedenavond, Krishna. Op deze 241ste dag van de regering Santokhi gaan we weer praten natuurlijk met onze commentator in Suriname, de heer Guillermo Samson. Goedemiddag, meneer Samson. Goedenavond, heren in Amsterdam. Ja, goedenavond, Guillermo, goedenavond. Meneer Samson, we vallen gelijk met de deur in huis. Heeft u een gedachte voor vandaag? Ja, en de gedachte voor vandaag op 14 maart 2021 luidt als volgt. Politiek is een groot complot tegen eenvoudige mensen als u en ik. Dus nogmaals, de gedachte voor vandaag. Politiek is een groot complot tegen eenvoudige mensen als u en ik. Dat betekent dat politici eigenlijk constant liegen tegen mensen. Klopt, zo zou je het kunnen uitdrukken, ja. Mensen worden gewoon finaal voor de gek gehouden. In Suriname hebben we het ervaren, een paar keren. En eigenlijk ook zo worldwide hoor, kom je het zo'n beetje tegen dat politici een afwijkend gedrag hebben. Dat ze vaak dingen zeggen, bezijden de waarheid. Ze hebben vaak een dubbele agenda. Ja. En als ze eenmaal zitten, zijn ze het volk vergeten. Zijn het goede acteurs, meneer Samson? Ja, absoluut, kan ik zeggen. Bijna geen enkele uitgezonderd op een enkeling na. Vandaar dat je zegt dat er in de politiek vaak problemen zijn. Dat mensen zich vaak verzetten. Want ze zeggen, is niet dat wat je had beloofd en wat je had toegezegd. Wat je nu bezig bent te doen. Vaak zijn ze ook bezig met hun eigen enge belangen, moet je begrijpen. Ja, belangen van zichzelf, hun familie en vrienden. Ja, nepotisme, ten voeten uit. We maken het op dit moment hieruit. Er gebeurt vrijwel niks in het land. Zegt de 16e, dinsdag aanstaande, zit deze regering 8 maanden. En ja. Vraag mij wat ze allemaal tot nu toe hebben gedaan. Dan toffe ellende. Heel wat dingen die ze van de vorige regering hebben ze afgekeurd. Zijn ze bezig nu in een andere vorm uit te voeren, maar wat we hebben meegemaakt is allemaal kommer en kwel, doffe ellende, zodanig zelf dat het volk het niet meer ziet zitten. Zie maar al die prijsverhogingen, benzineverhoging en weet ik wat allemaal, wat ze op ons hebben losgelaten en wat nog meer komt, ja. En dan moet je me niet komen vertellen elke keer weer, ja, het is die vorige regering. Want dan houdt dat verhaal op een keertje op. Ja. Na 3 maanden had je ons gevraagd, geef ons meer tijd. Ondertussen hebben we je een 241 dagen al gegeven. Maar tot nu toe zeggen de mensen overal, zo'n beetje behalve degene die behoren tot die groep van politici, minamanshimistrati, helemaal niet. En ik kan u zeggen, die ellende is groot en het wordt nog groter. En dat is niet gezegd, niet beloofd. En men liegt, men bedriegt, men bedondert het volk en dat is pijnlijk. Want we hebben massaal gekozen voor deze regering die zich een Bromtjidjari noemde. Ja, maar waarvan we hebben gezien, het is toch iets anders geworden na 241 dagen van deze regering. Goed, meneer Samson. Wat is er vandaag gebeurd in het verleden? Vandaag in het verleden, dan ga ik op 1892. Onderwijsvereniging Broederschap werd toen opgericht. En 206 jaar geleden dat is in 1915, dokter Seobaran Rambaran Misser, een man die geboren is in Nikeri, werd op deze datum geboren. Dat is precies een 106 jaar geleden. Ik dacht dat ik zei 206, maar het is 106 jaar geleden. De man was cardioloog, statenlid, samengevat, senaat en daarom voorzitter, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij en minister van Justitie en Politie. Hij is overleden op 15 februari 1964. Wie was deze Rambaran Misser precies?
Hij is, zoals ik heb gezegd, geboren te Nikeri op 14 maart 1915 en hij is overleden op 15 februari 1964. De man was een Surinaamse arts, zo is hij begonnen, voordat hij specialist werd en hij was ook politicus. Hij werd geboren als zoon van een uit India geëmigreerde pandiet, die de naam droeg van Baba Rambaran Misser, en die meneer woonde in de Quarantainpolder. In 1942 studeerde hij af als geneesheer, waarna hij zich specialiseerde in hart- en vaatziekten. En in oktober 1955 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de geneeskunde op het proefschrift Onderzoek van Maatsap door middel van papier elektroforese, wat ook in boekvorm is verschenen. Dat moet ook trouwens dat het een proefschrift is. Maar in boekvorm dat de gemiddelde lezer, dat de niet-deskundige er ook nota van kon nemen natuurlijk. Na zijn carrière in de geneeskunde was Rambaran Misser ook politiek actief in de VAP. En in 1949 werd hij gekozen in de Staten van Suriname voor het district Nikeri. En in 1951 werd hij daar herkozen. In 1958 werd hij namens de VHP minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En dan wel te verstaan in het kabinet van Severinus Emmanuels. Bij het volgende kabinet met Johan Adolf Pengel als premier, dat in 1963 aantrad, werd hij vicepremier en minister van Justitie en Politie. Begin 1964 overleed Rambaran Misser tijdens zijn ministerschap plotseling op 48-jarige leeftijd. En dat was, zo kan ik zeggen, in een nutshell de geschiedenis van deze grote zoon. Ja, inderdaad. En hij is niet echt oud geworden. Nee, 48 jaar is vrij relatief jong. Ja. Ik heb verder niet onderzocht waar hij is overleden. Maar eigenlijk jammer voor zo'n knapkop. Ja, goed meneer Samson. Vorige week hadden wij een punt over de niertransplantaties en de bemoeienissen van de diaspora. Diaspora-artsen, bepaalde diaspora-specialisten. Er is nog meer duidelijk geworden over deze onderneming. Ja, dat klopt. Mensen hebben gebeld, hebben gediscussieerd. Het moest lijken dat ik op sensatie uit was. Maar ook hier was het eigenlijk volop, kan ik zeggen, in de belangstelling. En ook vanuit Aruba hebben specialisten gereageerd daarop. En het was niet mis. Een hele discussie hier, zodanig zelf, dat zelfs de minister van Volksgezondheid eigenlijk moest inspringen om de heren, die twee heren waarom het gaat, tot orde te roepen. Want op een bepaald moment was het gewoon zo dat ons ziekenhuis, ons academisch ziekenhuis, maar ook onze specialisten hier gewoon ordinair werden beledigd door deze heren. Alsof het maar een rommelziekenhuis is. En alsof de doktoren niet die kwaliteit hebben die deze gasten hebben. En dit natuurlijk allemaal in het kader van wat ik zou willen noemen een rookgordijn. Dat ze eigenlijk hebben opgetrokken voor de mensen. En ja, mensen hebben het ook gezegd. Als je eigenlijk zo naar die kerels hebt geluisterd. Mensen zeggen het eigenlijk van geweldige mooie klanken. Je zou bijna kunnen zeggen datgene wat ons werd voorgehouden onder regie van de president van het land, want van die hebben ze de volle gelegenheid gehad om hun dingen hier namelijk te komen doen. Zou je bijna kunnen zeggen, zoals bijvoorbeeld een schrijver schreef in een krant, het leek wel Alice in Wonderland. Maar ja, en je moet natuurlijk ook oppassen, ook in de ware tijd is van de hand van meneer Lewin een heel artikel verschenen. En ook de vereniging van medici is namelijk uitgekomen. Nu moet u één ding weten, iedereen vraagt zich af waarom zo'n peperdure missie, wat 40.000 euro gaat kosten per niertransplantatie,
Maar waarvan we weten dat er ook een missie hier is geweest onder leiding van mevrouw Golparay. En die door de regering, door de minister, die mevrouw die ervoor heeft gezorgd dat die missie, die eigenlijk gewone Amerikaanse missie, kan ik zeggen, gratis is. Op het moment waarop deze regering is gekomen en mevrouw Golparay is een vrouw die er hart werkelijk heeft voor Suriname en voor heeft gezorgd dat die missie tot stand is gekomen hier van die niertransplantatie, ja, dat mevrouw direct de laan uit is gestuurd door de regering. Door de regering, door de minister of wie dat ook mogen zijn, onder het mom dat ze $4000 verdient en allemaal leugenverhalen zoals deze regering namelijk en allemaal tot nu toe heeft verkondigd. En als het gratis is, en er zijn ook gasten in Nederland, ene Sunil Ramsroet en nog een andere, die helemaal hebben uitgerekend wat deze kerels allemaal gaan overhouden. En uiteindelijk, die missie hier gaat beginnen en gaat vertrekken en straks ons achterlaten met alle ellende, ja, wat het allemaal voor Suriname gaat betekenen. Daar zitten wij met de gebakken peren. Kom nog bij kijken dat deze gasten, en vorige week heb ik het misschien verkeerd gezegd, ja, niertransplantatie, nee, maar ze waren ook daar met een hartmissie bezig. En later kwamen ze ook met hun sprookjes in Wonderland daar, en het moest goedkoop heten, maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat zaakje duizenden euro's of dollars meer te kosten, duizenden dollars meer te kosten dan het zou moeten kosten. Zodanig zelf dat het ziekenhuis eigenlijk ze heeft weggestuurd. Nu moet u weten, de penningmeester van, het is een stichting waaronder deze heren namelijk opereren, heeft in 2013 ontslag genomen uit het Haga ziekenhuis in Den Haag, in Nederland, gezien de directie niet langer met die meneer wenste samen te werken. Er bestond een issue met moraliteits- en morbiditeitscijfers. Dus moraliteits, dat is sterftecijfers, maar ook cijfers met betrekking tot ziekte bij de cardiochirurgische patiënten. En er is een dossier, het doofpotdossier heet het, cardiochirurgie, Haga ziekenhuis, en gesjoemel met cijfer, dat zou men kunnen vinden op het internet. En die voorzitter en die penningmeester samen hebben in 2014 25 hartoperaties en een aantal andere ingrepen laten uitvoeren in Aruba. En na een jaar heeft de leiding van het ziekenhuis de heren bedankt, gezien de financiën, zoals ik daarnet zei, exorbitant hoog de pan uitvlogen. En ze hebben daar in ieder geval geen goede indruk achtergelaten en zo richting Suriname gekomen. Naar hun vriend natuurlijk, die het nu voor het zeggen heeft hier in Paramaribo. En waarvan de ene, die zijn broer, namelijk ambassadeur is geworden in Nederland. Een man die totaal geen enkele binding met Suriname heeft gehad. Maar ja, waarschijnlijk om een of andere K, kennis, kunde en karakter en nog een andere K, is de man overslaand. Onze topdeskundigen hier, die zich volledig hebben ingezet voor wat men noemt die bronchitis, zoals het moest heten. Die man is gewoon overgeslagen, ja. En men vond, men moest iemand nemen die vrijwel bijna in Nederland is geboren en daar de ambassadeur moest uithangen. En hoe die totaal de kwalificaties niet heeft, totaal de diploma's niet voor heeft en niet eens de een opleiding heeft gevolgd om als ambassadeur te mogen optreden en waarvan het geheel namelijk is uitgesproken door een minister die zich hier koning noemt en in principe de facto de president is van het land. Dus als wij even gaan kijken, heeft de leiding van het ministerie van Volksgezondheid de kans gekregen goed zijn huiswerk te doen. Dat kan je natuurlijk ook afvragen, is dat wel zo geweest? Want die minister is ook eigenlijk huigelachtig
tegen dat team in het geweer gekomen. Dat was afgelopen dag, dinsdagmorgen. Ja, terwijl wij weten dat het dezezelfde minister waarschijnlijk is geweest die mevrouw Golparay de laan uit heeft gestuurd omdat ze rotwerk zou hebben verricht, zijnde dat een niertransplantatie, deze transplantatie door Amerikanen gratis hier uitgevoerd konden worden. Eigenlijk het is heel simpel. Hè? Je kan je afvragen, is het rendabel of is het niet rendabel? Is het een rationeel project met een goede kans van slagen of is het een kort, verlieslatend en mislukkend avontuur, net als in Aruba? En indien men de hierboven beschreven punten eigenlijk zou bekijken, zou men zeker het antwoord kunnen krijgen of de vraag zou moeten zijn, moeten we die gasten toelaten, ja of nee? Nou, waarbij natuurlijk ook bekeken moet worden dat wij de niertransplantaties gratis in Suriname kunnen krijgen, maar vanwege, en de eerste niertransplantatie heeft ook al plaats gehad, dat was vlak voor onze corona-inval hier in Suriname, maar dat de heren zijn gestopt en ze hebben gezegd eigenlijk als corona achter de rug is, dan komen die Amerikanen terug. Ik krijg gewoon de indruk hoor, dat diaspora niet betreft alle Surinamers die in het buitenland zijn uitgewaaid en uitgezaaid, maar diaspora betreft een bepaalde groep. En wanneer mensen namelijk kritiek zitten te leveren, dan moeten ze zeggen, ja kom met het bewijs, dan moet je goed gaan kijken naar het benoemingsbeleid van een drietal hoogwaardigheidsbekleders, zoals men ze wel noemt, hier in Suriname, om te kijken of Samson wel gelijk heeft of geen gelijk. In elk geval, ik begeef me niet op die groep. Of met die groep, ja, die bezig is met etnische dingen. Want de meeste van mijn vrienden, nogmaals, die zijn Hindustanen, goed opgeleid, leuke mensen, goede mensen. Maar dat het zo is, dan verwijs ik naar een commentator in een radioprogramma hier te Paramaribo, ja, waarbij er gesteld is dat alleen mensen met de grote K namelijk dit land kunnen opbouwen en in feite geen enkel ander mens. En dat heeft Samson niet gezegd, want Samson heeft dit probleem niet waarmee sommige rassen hier zitten, ja, en dat is aan beide kanten die namelijk moeite hebben dat ze K genoemd worden of dat ze K zijn, etc. Samson heeft dat probleem niet. Absoluut niet. Ja. Samson is een trotse figuur die vooral, nogmaals, alle rassen als vrienden heeft. En wanneer hij bezig is daar, niet zit jij hebt paars bloed of jij hebt oranje bloed of wat dan ook. Voor mij zit altijd een mens en een Samson die altijd klaar staat voor wie dan ook te helpen. Ja, dan eigenlijk de losers, de mensen met een garnalen hersen en een IQ van een leguaan. Ik kom tot de conclusie dat deze gasten gewoon uiteen zijn op hun eigen voordeel. En we nemen aan dat ze in het andere land waar ze zo lang gewerkt hebben, en dat is Nederland, en misschien ook succesvol zijn geweest, rijk genoeg zijn geworden dat ze een stichting hebben kunnen oprichten en dat ze fondsen hebben en dat ze zelfs landen kunnen voorschieten. Ze moeten aantoonbaar goeds voor de mensen van Suriname doen. Dat willen wij. Ja? Helpen bijdragen aan de ontwikkeling van een betaalbare gezondheidszorg. Dan zijn ze welkom. En degene die een niertransplantatieproject tegen een aantoonbaar goed kostenplaatje kan opstarten, goedkoper dan de Amerikanen en continueren, is degene die men dan naar binnen moet halen. Niet de eerste en de beste die zichzelf profiteert als een soort Surizorg, diaspora stichting of wat dat ook mogen zijn. Diaspora die terugdwarrelen, kan ik niet zeggen, want ik heb het al een paar keren hier in Suriname meegemaakt wanneer we problemen hebben. Die keren dwarrelen naar hun vaderland. En hun vaderland is Nederland, van waaruit ze ooit verstrooid zijn en zich eigenlijk in een rookgordijn wikkelen om een valse entree te bewerkstelligen. Die moeten ver, ver weg uit Suriname blijven. Ja? En laten we ons niet laten bewieroken door deze gasten die slechts dure koopwaar aanbieden om er uiteindelijk zelfs beter van te worden. Ja, meneer Samson, er zijn natuurlijk heel goede krachten hier in Nederland die wel bereid zijn
om naar Suriname te komen en op een eerlijke manier dat te doen, hè? Ja, en laat men nog een keertje. Diaspora bestaat niet uit één enkele groep. Want zoals Santoki ons heeft voorgehouden, diaspora. Onder diaspora heb ik begrepen alle bevolkingsgroepen die uitgestrooid zijn over de wereld. Ja? Maar tot nu toe, wanneer men praat over diaspora, dan zie ik maar één enkel. En ik heb geen enkel probleem tegen. Maar net wat ik heb onderbouwd daarnet en heb gezegd, ja, meneer, het moet een win-win situatie zijn. En geen situatie waar je snelle slag kon maken en daarna bent vertrokken. En diaspora, ja, de mensen zijn nodig, wie dan ook. Alle groepen zijn nodig. Want Suriname is eigenlijk aan de rand van de afgrond. In feite, Suriname is opgeschreven met een aantal domme mensen. Ja, dat kan ik je zeggen. Mensen die nauwelijks nog kunnen functioneren. En het kan ook niet anders, want onze scholen en ook onze universiteit, die zijn helemaal afgebrokkeld. Vanaf 1980, zo'n beetje 1982, toen men deskundigen hier eigenlijk heeft laten vermoorden, waar mensen van de universiteit, wat ik steeds weer zeg, houten heupelijke mensen aan de juridische faculteit hier, mensen, onze kader heeft uitgeleverd aan de beul, vermoord zijn geworden, en die mensen hebben het nog steeds voor het zeggen, en die mensen willen hoogleraar worden. Vanaf die tijd is het onderwijs afgebrokkeld. En weet u wat er namelijk is gebeurd? De meeste van de diaspora mensen die terug waren gekomen omdat het goed ging op een bepaald moment in Suriname, die zijn weer vertrokken. Dus als we die mensen kunnen krijgen, en niet maar één bepaalde groep, maar alle groepen, maar als die ene bepaalde groep echt de meeste deskundigen hebben, dat zijn ze in mijn ogen ook welkom, dat zijn ze welkom. Maar je moet geen etnisch beleid gaan voeren. Ik blijf het nog een keer zeggen, want we zijn levensgevaarlijk vanaf de komst van deze regering bezig. En men kan op hun kop gaan staan of wat dan ook. Ik doe niet mee aan die rommel van wat men noemt Orange Movement. En men kan blijven schelden en schrijven in de krant of wat dan ook. Deze gasten noem ik nogmaals mensen met een herseninhoud van een garnaal en een IQ van een legioen. Meneer Samson, terwijl u uw gloedvol betoog afstak, hebben luisteraars gereageerd. En er is een aantal vragen binnengekomen. Ik zal beginnen met deze. Wat vindt de heer Samson van de beslissing van meneer Randin, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, om een ambassade in Marokko te openen? Is dit niet een manier, ordinaire manier, om een cocaïnelijn op te zetten? Dat weet ik nog niet, maar ik weet wel wat Marokkanen allemaal uitspoken daar in Nederland. Maar laten we het even terzijde laten. Maar daar zien we weer een van die leugens van deze regering. Aan het begin is gezegd, er zijn te veel ambassades en we moeten gaan bezuinigen. Vooral gelet op de schulden waarin Hoefdraad en Boutersen ons allemaal gelaten heeft. En in plaats dat men gaat bezuinigen, ja, want je kan je natuurlijk afvragen, wat doet de ambassade in Zuid-Afrika? En zo heb je nog op een paar plaatsen waar ik het nut van die ambassade, ik mij afvraag wat voor nut ze hebben. Gaat men uitgerekend nog meer kosten in dollars maken om een ambassade op te richten in Marokko. En we zitten al met een heel stelletje Turken hier. En die gasten die brengen namelijk onze dollars weg. Want ze zitten vaak in de casino-wereld. Ja? We hebben al geen dollars. En ze zijn vaak moeilijk te controleren. Want ze wonen op hun eigen eiland, namelijk hier in Suriname. Dan ga je dan weer Marokkanen brengen. En dan, waarvoor Marokkanen? Om waarschijnlijk dingen uit Marokko te gaan importeren. Want ik vraag mij af, wat gaan die Marokkanen voor ons kopen? Of duidelijker, wat gaan wij exporteren allemaal naar Marokko? En net wat als u zegt, ja, Suriname is niet onbekend als drugsland, dus misschien wordt dat een nieuwe haven, ja, voor witwasserij of weet ik wat allemaal meer. Ja, ja. Goed, meneer Samson, dat was dus de vraag van onze luisteraars. Ik moet toch even stilstaan bij de heer Edward Belfort. Meneer Belfort bij Radio Apinti heeft hij een programma en hij is elke week levert hij ongezonde kritiek op de regering.
En gisteravond ook in onze bij Radio Tamara in de uitzending. We moeten nog zeggen dat degene die naar hem luisteren en aandachtig naar hem luisteren, moeten we toch zeggen dat de heer Belfort geen ongelijk heeft. Laat mij iets zeggen, ik ken meneer Belfort. En meneer Belfort heeft meer dan heel wat van de mensen gevochten tegen dictatuur hier in Suriname, tegen Bouterse. Bijna, kan je zeggen, met inzet bijna van zijn leven. Hij was niet makkelijk, ja. Maar hier zie je die oneerlijkheid van deze bende, eigenlijk. Deze bende die zichzelf een regering noemt. Want als ik kan u één ding zeggen, Edgar Belfort is oprecht kritisch. En natuurlijk, de afgelopen tijd, ja, was hij niet alleen maar kritisch, maar zoals sommigen zeggen, hij was opvallend kritisch, ja. Maar ik kan u zeggen, Belfort is altijd kritisch geweest. En hij had kritiek, heeft kritiek op bepaalde handelingen van deze regering. Want volgens Belfort zijn er veel zaken die niet goed gaan. En hij noemt, heeft hij in het programma ook genoemd, zoals beloftes die niet nagekomen worden. En het begaan van dezelfde fouten als de vorige regering, waarover ik het ook had. Overigens, ik denk dat Belfort en ik de enige zijn die openlijk kritiek hebben en naar buiten komen. Ja, verder niemand met iedereen, keelt wel wat, maar staat op zijn balkon en dokt. Ja, Belfort heeft de regering en dan met name de president van dit land in niet mis te verstaande bewoordingen gezegd wat hij vindt van de oprichting van New Surfen NV. En Belfort heeft ook niet gestemd voor de motie die moest bewerkstelligen dat de regering het traject opnieuw zou inzetten en via de juiste weg wel te verstaan. En die NV die opgericht zou moeten worden. Belfort zei dat die president leugens verkondigt. En hij heeft ook gelijk ook, ja. Als hij aangeeft dat er geen wetten zijn overtreden. Dat zegt de president zelf. En Belfort stelde dat hij niet achter de leugenaar kan lopen. Zo heeft hij het gezegd. En velen dachten dat vicepresident Brunswijk zijn stem zou laten horen en Belfort zou berispen. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Als het is gebeurd, dan is het wel binnenskamers gebeurd. Want velen beweren dat Belfort kennelijk teleurgesteld is om het feit dat hij geen enkele positie heeft gekregen. Laat me iets zeggen, het is een grote leugen ook van Yogi, die in een radioprogramma is gaan zeggen dat Belfort namelijk een positie zag. Men wilde Belfort, toen hij kritiek begon uit te oefenen, uitschakelen. In eerste instantie heeft men Belfort namelijk het directeurschap aangeboden van een bedrijf, Grasalco. En toen heb ik Belfort gebeld en ik heb Belfort gezegd, hé, de man is nog hoger dan hij bezig. Neem het niet, want het gaat je bezuren. Maar dat nou, Samson, maar ik wil toch in het parlement blijven, want een regering die zie, nou, die weg waarop ze opgaan. Ik denk bijvoorbeeld aan dat nepotisme, waar die vrouw van de president werd benoemd en eigenlijk de statuten veranderd moesten worden, dat die vrouw eigenlijk in de raad van commissarissen van staatsolie kon gaan zitten. Korte tijd later, toen het niet is gelukt, ja, hebben ze toen geprobeerd om Belfort aan te bieden, directeur staatsolie. En toen heb ik Belfort weer gebeld en ik heb Belfort gezegd van, hey Belfort, de man op biedt aan directeur staatsolie. Maar nou mekka fout voet ik. Ik weet wat dat dan, mino wan no one positie. Mino tek no one positie. Mino tek wat Belfort. If you are taking, wat ze gaan doen, je gaat verschrikkelijk goed verdienen. Ja, je gaat verschrikkelijk goed verdienen. Maar daarnaast, meneer, gaan ze je binnen de korte tijd, ga je ze je wegtrappen. Ja, want ondertussen heb je dan eigenlijk je functie als parlementariër, als vertegenwoordiger van het volk opgezegd. En dan zit je met lege handen. Hij zei me, oh, nou dat doen we doen. Maar Samson, me kan tegi, ja, me no one no one positie. Ik heb dit volk beloofd dat mijn fit jiding en mijn tang
de Azari. Trouwens, ze liggen voor Belfort. Want weet je waarom ze voor Belfort liggen? Belfort, ze heeft niet Belfort heeft niet 6 jaar in het parlement gezeten. Dus als Belfort eigenlijk weg zal gaan, iets gaat accepteren en iets overkomt hem, gaat hij zijn pensioen niet kunnen krijgen. Loopt hij zijn pensioen niet mis. Dus zo zie je hoe deze mensen liegen, dat PD lei gratie negro. Maar in elk geval, ik kan u zeggen, Belfort zelf zegt nogmaals dat hij geen enkele positie wil en de anderen in de partij een kans wil geven. En Belfort heeft mij persoonlijk gezegd dat hij altijd kritisch en eerlijk zal zijn naar de samenleving en vreest geen berisping. Hij is van mening dat hij is gekozen door het volk en dat niemand hem kan beletten de waarheid te spreken. Het is afwachten wat er zal gebeuren indien hij een positie krijgt. Maar nogmaals, ik kan ze nageven. Belfort ken ik, ja. En Belfort is een doodeerlijke man. Belfort, en ik weet waarom ik het zeg, ja. Belfort is een man als ik. We zijn voor waarheidsvinding, ja. U mag ook weten, ook ik heb een positie aangeboden gekregen. Heel goeie. Okay. En men kan bellen, ja. Bel Santoki, bel B. Samson heeft gezegd, meneer, ik werk gratis voor u als ik wat moet doen. En tot nu toe, mag u weten, ik werk voor het parlement, ja. Vraag het maar aan meneer B. Ja. Wat doet u precies, meneer Santoki? Niemand me geven wat. Niemand gaat mij de mond namelijk snoren. En dan weten we of de kritiek, of het niet uit het hart of dat hij een teleurgestelde politicus is. Maar meneer Belfort gaat die mensen, die grani, in elk geval niet geven. Ja? Nogmaals, samenvattend, Belfort tracht de regering met deze NV, Servin, zegt hij, een loopje tracht de regering te nemen met het volk. En wat waar kan zijn, dat is waar ook wat Belfort zegt, gezien kort na het intrekken van die andere NV, ja, dat is Durvin, een nieuwe in het leven werd geroepen en daar zijn ze nu mee bezig. Okay. Opmerkelijk is dat zelfs onze kritische en opvliegende mevrouw van de NPS, u weet het, ze staat altijd met een tafel met vis voor het parlement te verkopen. Ze is super stil. Waar is die krachtige stem wanneer je die nodig hebt? Vraagt iedereen zich in Suriname af. Ja? Terwijl Belfort eigenlijk heeft vangen Alafayagi Alasma. Of iemand haar teruggefloten heeft, want je moet niet vergeten, die partij die heeft maar 3 zetels. Ik doe 10 zetels. En ze staan vreselijk zwak. En zou je eigenlijk, als je het mij vraagt, ze moeten zwijgzaam zijn. Ja. Ze hebben niks te vertellen. Ja? En dan ga ik nog niet eens praten over die voorzitter van die partij die naast Oud-Lina's rust ligt. Die lijkt plotseling geen deel van deze regering meer uit te maken. En ja, het partijgebouw, die ligt naast Oud-Lina's rust. Ja. Dus moet ik zeggen, die voorzitter die zwijgt als een graf. Ja. Net als het graf dat ietsje verder ligt daar, dat Oud-Lina's rust heet. Oké, okay. Meneer Samson, U haalde net dat u een positie heeft. Het zou in het parlement zijn. Wat doet u precies? Ik heb geen positie. Op afroep, als men me nodig heeft voor mijn dingen, dan adviseer ik ook. Ja? En het is allemaal gratis, geen cent. Maar wat doet u precies? Meneer B, ik mag het weten, meneer B, die adviseer ik. Ja? En er is nog een andere minister die ik helemaal pro-deo. We hebben andere dingen in ons achterhoofd, zoals we dat volk hebben beloofd. Ja. En we zijn er niet uit om money te maken of om mensen te accommoderen of wat dan ook. Nee, dat zijn niet deze Surinamers. En trouwens, ik heb u ook al gezegd, als we een beetje gaan kijken. Suriname heeft geen president, vice-president. Suriname heeft als president op dit moment Marinus B. Suriname heeft als vice-president Marinus B. En Suriname heeft als voorzitter van het parlement Marinus B. En zal ik hier nog wat vertellen? Marinus B. is namelijk een heel bijzondere een voorzitter van het parlement. Zodra die man hoort dat er brand ergens is, dat het dus
problemen met mensen zijn, dan is hij ter plekke. Ook bij overlijden van mensen. Hij rukt er zelf uit, troost mensen, zoekt direct een oplossing, bel de desbetreffende minister. Iets wat geen van die ministers namelijk doet. Het is uitgerekend aan meneer B. Daarom zeg ik meneer B. is de president, de vicepresident en de voorzitter van het parlement tegelijk. Een buitengewoon bijzonder, uniek, exclusief figuur die Suriname nooit eerder heeft gehad. En wie is de minister die ook gebruik maakt van uw diensten? De minister waarmee ik vaak praat, dat is Silvano Tjanahung. Een heel eigenlijk de enige intelligente minister met een goede opleiding, geen diploma gekocht in dat kabinet. Dat is Silvano Tjanahung. De rest, dat is brandhout dat niet wil branden. Die moet je zo gauw mogelijk van de hand doen. En als het enigszins kan, dan gaat Santoki ook met ze mee. Ja, meneer Samson, even een ander punt. Waar is de heer Hoefdraad, op de vlucht geslagen oud-minister van Financiën? Men weet het niet. Ja, kan ik u zeggen. Men suggereert maar zaken. Maar men weet het niet. Maar deze meneer Hoefdraad, daarvan kan ik u zeggen. Die man is namelijk verschrikkelijk tekeer gegaan. Dat u het namelijk niet wil weten. Want u weet het, Hoefdraad. Sommige mensen zeggen hij. Is in Suriname. Sommigen zeggen hij is misschien bij Bouterse thuis, ik weet het niet. Een paar advocaten zeggen ze weten het wel. Ja, ik hoop dat wanneer die zaak namelijk voorgaat. Hallo, bent u er nog? Ja, zeker. Ik hoop dat wanneer de zaak voorgaat, dat de rechter een mogelijkheid heeft om het van ze los te krijgen waar Hoefdraad allemaal is. Laatstelijk is namelijk ook nog verteld dat Hoefdraad op Cuba zit, op het eiland Cuba. Maar wat ik ook over Hoefdraad wil zeggen, die man was zo'n verschrikkelijke figuur. Baker heb ik gezegd, hij was de facto de president. En de jure was het Bouterse. Deze man heeft alles wat los en vast zat in Suriname aan gebouwen kunnen verkopen. En de afgelopen week is naar boven water gekomen dat in zijn zucht namelijk om gebouwen te verkopen, hij zelf een gebouw van de West heeft verkocht. Kan je voorstellen? Ja, dat is niet bezig. Dus hij wist niet eens wat hij allemaal verkocht. Een gebouw van de West daar aan de Mirandastraat. En natuurlijk, ik denk meneer Findley, die is natuurlijk opgekomen en die gaat het natuurlijk niet zo laten. Maar om na te gaan wat voor crimineel en schurk deze man is. En ik kan u één ding zeggen. Die grap die Tjan Santoki maakt, want hij heeft beloofd. Hij gaat dat geld terughalen. En dat Hoefdraad opgesloten. Hij zal Hoefdraad laten opsluiten. Want de regering sluit geen mensen op. Maar het is de PG die met zijn onderzoek is. En het is de rechter die namelijk veroordeelt. Als ze Hoefdraad niet kunnen vinden. Dan is dat toch een groot probleem in Suriname hoor. Dat kan ik je wel één ding zeggen. Ja? Want ik kan u. Wat we met deze meneer hebben meegemaakt. Wat de verkoop betreft. Het leegplunderen. Van staatskas, 1,2 miljard US dollar heeft hij gebruikt namelijk om zogenaamd te interveneren, zodanig zelfs dat de centrale bank door koersverliezen failliet is geraakt. Ja, alles, allerlei leningen heeft gesloten waar niemand weet waar het geld naartoe is. Kasreserven zelf laten stelen van het volk. Dan moet ik u wel één ding zeggen. Dit is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. Ik zou het niet anders kunnen noemen. Maar deze regering speelt spelletjes. Want tot nu toe hebben ze wel een paar mensen als Van Trick et cetera opgesloten. Maar de hoofddader, de hoofdspeler in het geheel, kan men niet vinden. En dat wekt vraagtekens natuurlijk op bij het hele volk. En dan zullen ze straks boos worden. Maar ik zeg, jij hebt het beloofd. Gogotik Hoefdraad. We willen Hoefdraad hebben. En dat geld, dat Hoefdraad, met wie dan ook heeft gestolen, willen wij als volk terug hebben. Want wij piraja likwa dago. Meneer Samson, denkt u dat de heer Hoefdraad niet gevaar loopt in Suriname als hij in Suriname inderdaad aanwezig is? Ik moet mezelf ook afvragen, net als velen, of meneer Hoefdraad zelfs nog leeft. Want hij zou natuurlijk een gevaar kunnen vormen voor zijn opdrachtgevers,
die hem de opdracht hebben gegeven of de ruimte hebben gegeven om zo te kerk te kunnen gaan met z'n land financiën, ja, dat ze hebben gedacht, straks wordt hij opgepakt, hij gaat fluiten als een parkiet, hij gaat praten van je heb je me niet, ja, en dan zijn wij in problemen, dus misschien is hij allang ook opgeruimd, niemand weet het, never knows, misschien als we een keertje een tsunami aan de van de Suriname rivier zien, dan weten we, oh ja, een hoefdraad is waarschijnlijk vermoord, hij is in zee gegooid, maar vanwege zijn omvang is de Suriname rivier overgelopen. Ja. Meneer Samson, terwijl u betoog hield, zijn er vragen binnengekomen. Een van de vragen luidt als volgt, hoefdraad staat nog steeds niet op de Interpol-lijst. Wellicht dat Santokki gewoon het spelletje meespeelt. Wat denkt u? Nou, ik dacht dat hij al op die... men was bezig. En waarom het zo lang duurt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat de PG, er was een bericht verschenen... dat hij namelijk op de Interpol-lijst gezet zou worden. Maar als dat niet het geval is... Ik kan niet zeggen, het spelletje wordt gespeeld. Men doet dom. Ik vind dit volk toch zo dom. Kijkt u. Santokki speelt het spelletje mee met Boutersen. Maar zijn die mensen allemaal met die krokodillen hersenen vergeten dat er een transitie was, gesprek, bij Boutersen thuis, waarbij gezegd is, niet Boutersen heeft Santokki uitgenodigd, maar Santokki heeft gevraagd of hij bij Boutersen thuis kan gaan om over de transitie te praten. En daar heeft het gesprek ongeveer 10 uur geduurd. Zijn de mensen vergeten dat recentelijk nog niet meneer Boutersen heeft gevraagd voor een gesprek? Meneer Brunswijk was er ook bij. En dat ze daar zijn gegaan en ze hebben waarschijnlijk doxa roti gegeten met Kerry. En daarna hebben ze hun handen geveegd aan de gordijnen van het paleis. Niet Boutersen heeft Santokki gevraagd, maar wat ik heb begrepen, zoals men zegt, Santokki heeft Boutersen gevraagd om te praten. Niemand weet het. Had Brunswijk het niet geopenbaard, was Brunswijk niet naar buiten gekomen, dan hadden wij dat ook niet geweten. Dus het moet jou niet verbazen dat er een spelletje wordt gespeeld. Trouwens, vlak voordat u mij belde, ging er namelijk een bericht de ronde dat in feite Santokki van Brunswijk af wil. En Santokki is natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen. En ik dacht dat Belfort zo'n beetje een tipje van de sluier gelicht heeft. Om een soort samenwerking aan te gaan met BEP en eventueel met, hoe noemen ze het, met NDP. De NDP. Ja. Ik weet niet wat er van waar is, et cetera. Maar er spelen zaken. En gelet op het feit dat er zoveel voor het volk en voor mij gelogen is, geloof ik nobody meer die hier in, op dit moment in de Surinaamse politiek zit. Ja, nobody meer. Meneer Samson, de luisteraars die zijn zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. We krijgen een volgende vraag. Namelijk, het gaat om mevrouw Geduld. Die is zojuist bevorderd bij de Surinaamse Bank. De vraag is, waarom wordt mevrouw Geduld, die dus nog heeft samengewerkt met meneer Hoefdraad, ze zou de rechterhand zijn geweest van meneer Hoefdraad, waarom wordt mevrouw Geduld niet opgepakt? Integendeel zien wij dat zojuist wordt bevorderd bij de centrale bank. Bij de Surinaamse bank, sorry. Ja, bij de centrale bank. Het is niet de Surinaamse bank. De Surinaamse bank is aan de Gravenstraat. De centrale bank is aan de waterkant. En dat is de moeder der banken. Het zal zijn reden hebben. Kijk maar naar mevrouw Housiel. Die pas ook voor de rechter is verschenen en al een poosje samen zit met Van Trek, waar ze over en weer, namelijk bij allerlei smurrie, zaten te beschuldigen van wie wel schuldig was en wie niet. Eén ding was wel duidelijk, dat als het nu om Housel, Hoefdraad of mevrouw Geduld gaat, alle instructies kwamen van de minister van Financiën, die daarvoor president van de centrale bank was. En hij was president van de centrale bank, maar daarmee was hij ook de baas van de minister van Financiën. En toen hij de minister van Financiën was hij de baas van de president van de centrale bank. Ja, alles wijst erop dat alles teruggaat, namelijk naar Hoefdraad. En het zal waarschijnlijk zijn reden gehad hebben om die vrouw eigenlijk schaakmat te zetten, of haar misschien niet te laten praten, want die vrouw zit al die tijd namelijk thuis, ja. Kortweg,
Suriname is onleefbaar op het ogenblik. Er worden zulke vuile, vieze, ordinaire spelletjes gespeeld, waarmee het gevoel bekruipt dat de regering keihard aan meedoet. Ja, mij bekruipt het gevoel dat de regering keihard aan meedoet. En dat beweren de boze tongen ook, ja, dat je er niet vrolijker van wordt. Nee. Dus alles is op het ogenblik mogelijk. We kunnen alle kanten opgaan. In elk geval, het is geen land meer, maar het is gewoon verworden tot een bananenrepubliek. Meneer Samson, in bepaalde opzichten is er helemaal geen verbetering. Integendeel, het beleid van de afgelopen 10 jaar van de NDP wordt op bepaalde opzichten gewoon voortgezet. Maar begrijpt u nu dat ik vaker heb gezegd en ook voor u geschreven, wanneer we spraken over de zoveelste dag van de regering Santokki Boutersen. Ja. Deze regering is gewoon Boutersen 3. En het gaat nog erger worden, want vanaf mei gaan de prijzen van olie verder omhoog, benzine gaat omhoog, water gaat omhoog. Wat er allemaal gaat gebeuren, gaat u niet willen weten. Op dit moment hebben mensen die een euro-lening hebben, die zijn de klos. Ze kunnen hun schuld niet meer betalen. De bedrijven die gaan namelijk allemaal stuk voor stuk namelijk kapot. En waarom gaan die bedrijven kapot? Die bedrijven gaan kapot omdat die koers van die euro 21 is. Terwijl meneer Santokki, net als meneer Boutersen, zegt die koers moet omhoog laag. Ja? En u weet het, Boutersen had iets, hè? Hij had ons altijd beloofd dat die koers omlaag zou gaan, maar hij wilde het namelijk doen met een Oesie. Van Ekoer Sakaga Grong Anders Mosuti. Zoiets moet je zich namelijk voorstellen. Ja. En dat gebeurt nu. Meneer, die regering heeft geen productie. Die regering heeft amper export. De regering heeft geen dollars. Ja? En toch, en je hebt het nodig natuurlijk om die koers te ondersteunen. Ja? Alles komt tot stand door vraag en aanbod. Ja. Maar die ezels die zich hier economen noemen, weten niet dat de euro en de dollar geen geld is, maar de euro en de dollar die zijn in Suriname gewoon een goed. En het goed is eigenlijk het meest vergaande binnen het eigendomsrecht wat iemand zich kan veroorloven. Dus je kan je afvragen, hoe kan je komen aan mijn eigendom? Dat is de vraag. Want die dollar en die euro is van het volk. Het is een keertje vrijgegeven, namelijk toen de tijd onder Venetiaan, dat je het mocht hebben, je mocht het sparen, we moesten ons geld terugbrengen. En nu zien wij hetzelfde wat Boutersen deed, die we hebben afgekeurd, dat meneer Santokki het namelijk ook zit te doen. En erger nog, dingen die niet kunnen, zit hij in het parlement te verdedigen. Zo bijvoorbeeld een geval van iemand die op een radiostation heeft gezegd, alleen mensen met een K die kunnen dit land opbouwen. In plaats dat je het gaat afkeuren en zeggen, je kan het niet, je schept verdeeldheid met dit soort van zaken, ga je het juist goed praten in het parlement. En je gaat de man zitten verdedigen. Dat soort van dingen. Vandaar dat ik heb gezegd dat als er nu een verkiezing gehouden zou worden, dat de Orange Movement, ik zeg geen VAP, maar de Orange Movement minder dan 10 zetels krijgt. Want ze hebben het na 8 maanden totaal verbruikt bij dit Surinaams volk. Okay. En nogmaals, het is niks anders. Het is gewoon Boutersen 3. Wat ik kan niet zeggen, overal zitten die NDP'ers nog. En Boutersen met zijn invisible hand, zijn onzichtbare hand, die geeft namelijk sturing aan het proces, want Santokki kan het als president helemaal niet. Meneer Samson, we hebben ook een kwestie van de districtscommissaris van Paramaribo Zuid. Volgens waarnemers is de man gewoon incompetent. Ja, en zoiets is mij ook ter oren gekomen. En ik dacht dat men er zelfs over heeft gesproken. Ja, is recentelijk. Het is eigenlijk zo'n beetje een video, hoor, die via sociale media in de ronde gaat. Waarin mensen uit een bepaald resort, hoor, aandacht vragen voor. Ze vragen aandacht voor hun buurt, moet u weten. En er wordt afgevraagd of die districtscommissaris van, het is die districtscommissaris, dacht ik van, hou me ten goede, hoor, Zuidwest, Paramaribo Zuidwest, of hij op de hoogte is wat zich allemaal voordoet. En
heeft gedaan in het betreffende resort. En die DC die vertelde dat hij al een keer langs was geweest voor een oriëntatie en zei vervolgens niet echt iets over de plaats te weten. En mensen hebben gezegd dat die DC de plaatselijke problemen al met de minister van Openbare Werken had besproken. En naar aanleiding van dat gesprek zou er in januari enige verandering al daar moeten optreden. Die DC die haalde daarbij aan dat mensen op hun privéterreinen enkele werkzaamheden verrichten en hij verder niet exact kon uitleggen wat de mensen eigenlijk deden. En men vroeg hem, vroeg de DC vervolgens, of hij de gerezen vraagstukken wederom met de minister zou bespreken en of er een oplossing gebracht zou kunnen worden. En die DC die zei dat die mensen zelf naar een oplossing moesten zoeken en dat hij als burgervader niet veel of thans niet zou kunnen doen. Nou kan je natuurlijk gaan afvragen of het in deze mensen zijn. Zijn het deze mensen, zoals ik ze daar net voor je heb opgezomd, die het land niet op de rails moeten brengen? Hoe kan die regering mensen op posten plaatsen zonder dat zij enig idee en kennis hebben van hoe ze hun werk naar behoren zouden moeten doen? En men hoeft misschien niet heel hoog opgeleid te zijn, maar, want er lopen een heleboel mensen, oh ja, ik moet u even vertellen, op dit moment is men druk bezig een grootschalig onderzoek op verschillende ministeries van verkochte diploma's. Hele vooraanstaande instituten in dit land hebben diploma's verkocht voor ambtenaren, want vanwege het visio, het onding van Hassan Khan, hebben de mensen een baan kunnen verwerven in de top en ze verdienen heel goed. En er is naar voren gekomen dat er vele valse diploma's in omloop zijn. Er lopen zelfs ministers met valse diploma's rond in het kabinet Santokki. Laat men even goed gaan kijken van mensen die niet eens een kweekschooldiploma hebben gehaald, maar plotseling met een masterdiploma kwamen opdraven. Gaat u maar op onderzoek uit, ja. Maar nogmaals, ik zeg, je hoeft niet heel hoog opgeleid te zijn trouwens. We hebben weinig hoog opgeleide mensen nog in Suriname. Maar men moet zijn hersenen wel kunnen gebruiken. Dat zijn die hersenen natuurlijk van een garnaal zijn. En Suriname geen schande geven. Als die DC, je zou kunnen zeggen, als DC, ja, dient de DC namelijk op de hoogte te zijn van de jongste ontwikkelingen in zijn resort. En indien dat per toeval niet zo is, dan dient hij natuurlijk onderzoek te doen. Of hij dat kan doen. Want misschien is hij nooit blijven zitten en is hij zijn hele leven lang overgegaan en nooit examen gedaan, zoals dat misschien binnenkort gaat gebeuren. En niet maar klakkeloos verkeerde antwoorden geven. Als er gezegd wordt dat iemand incompetent is, dan wordt bedoeld dat die persoon ongeschikt is, niet capabel of onbekwaam is voor het bekleden van een bepaalde functie. En als iemand niet capabel is voor een functie, als je het mij vraagt, dient de persoon afstand te doen. Men kan een functie bekleden en die verantwoordelijkheid en kennis niet bezitten. Maar hoe willen wij Suriname ontwikkelen met mensen die niet geschikt zijn? Dat vraagt men zich af. Men kan geen hooggeplaatste functie bekleden, niet deugen en toch een groot salaris verdienen in vergelijking met mensen die wel capabel zijn en niet in aanmerking komen. En dit is echt, als je het mij vraagt, onacceptabel. Het is gebleken dat de DC zijn taken niet goed uitvoert en ook zijn verantwoordelijkheden niet kent. En ook is gebleken dat die DC te weinig ervaring heeft en vermoedelijk uit nepotisme. Daar komt het weer. Dat woord dat eigenlijk zwaar is geïntroduceerd tijdens deze regering op de post is geplaatst. Die regering dient hier, als je het mij vraagt, per direct in te grijpen. En ook kan ze natuurlijk corrigerend gaan optreden omdat de DC niet in die functie past. Echter, nogmaals, een eventuele opvolger zullen ze misschien aan moeten voorzien. Maar laten we zeggen, want er zijn een heleboel mensen benoemd omdat ze voldoen aan die K, maar die mensen hebben niet die gerichte scholing, training of coaching. En men wil de opleiding niet volgen en de kennis niet opdoen. Maar men wil wel via de politiek, via de Orange Movement, wel heel veel geld verdienen. En dat bestrijd. En net als bij Boutersen en bij Hoefdraad. Je weet het, ik heb vanaf 2012 Hoefdraad bestreden en mensen gewaarschuwd. Hij gaat ons brengen aan de rand van de afgrond.
Net zo blijf ik deze regering en de mensen waarschuwen voor deze regering. Die met een verkeerde start zijn begonnen. Een valse start zijn begonnen. En zo na 8 maanden moet ik zeggen, meneer, ze zouden het wel opnieuw kunnen proberen. Maar dan zou het zijn weer beroekoe, poor beroekoe. Meneer Samson, we zijn echt gekomen aan het einde van het uur. Hartelijk dank voor uw tijd en uw moeite om ons weer op de hoogte te brengen. En nogmaals, dit programma wordt niet voor een ieder gedaan. Je zou tenminste een fatsoenlijke scholing moeten hebben om mensen als Ludwig van Milieu, Samson, maar ook iedere medewerker van Radio Tamara te kunnen begrijpen. Want het zijn hoogopgeleide mensen. In elk geval geen mensen die van de Kaikoussi Universiteit komen. Nee, we hebben de beste opleidingen gehad in Nederland voor een prikkie. Met de studiebus. Dat is waar, ja. En zeker niet via diaspora die over onze rug geld willen verdienen en daarna verdwijnen als de zaken mislopen. Oké, okay. Goed, meneer Samson, we spreken elkaar volgende week. Luisteraars. Natuurlijk. Ik ben al klaar. En volgende week is de 248ste dag. En 8 maanden regering Santokki van beleid waar ze muurvast zit. Want ook met IMF, die komt niet over de brug. Ja, goed. Wesley, bedankt voor je bijdrage. Iwan, bedankt voor jouw bijdrage. Luisteraars, dit was wel geïnformeerd voor van vandaag. Wij zijn nu weer volgende week.